Was je erg brak van zijn verjaardag? Want ik ben er niet bij geweest. Ik ben wel benieuwd naar de verhalen natuurlijk. Het was wel een heftig feestje. Ja, ik werd wakker. Fien lag bij mij op de bank. Niet. Tussen de lege flessen drank en de confetti. als een AA-folder lag ze op de bank de volgende ochtend. Heel zielig. Gisteren is de oudste vis gestorven. 95 jaar geworden. Jeetje. 95 maar jaar. De oudste vis in gevangenschap. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, hoe ga je anders meten wat de oudste vis is? Ja, ik wil maar zeggen inderdaad. Ja. Ja, okay. Nou, lekker leuk, hé. Nee. Had ik helemaal zo'n bijzonder nieuwtje. Is het helemaal weg nu, hoor. Ik had gehoopt dat ik iets van 160 zou horen of zo. Echt? Ja, is het onderzoek wel goed gedaan? Ik kan me niet voorstellen dat er geen oudere vis is dan 95. Het gaat over de man die net een ei kan koken. Het gaat er helemaal mis, dit. Nou, rustig aan, Vriesermeulen. Jeetje, Mina. Je kan een kaart geven nu, als je wil. Dat ga ik eens even doen, inderdaad, ja. Ik wil die verder niet mee bemoeien, maar... Verstoker. Nee. Altijd als het over eten gaat, dan moet ik het hier een soort van ontberen. Want ja, ik kan weer niks. Ik ga jou een rode kaart geven, inderdaad. Ik ga jou een rode kaart geven. Ja, het is nieuw in dit programma. In het leven geroepen omdat ik zo vaak geplaagd werd. Dat mag er wel heel even bij. Even kijken wie je de eerste rode kaart pakt. Ja, nou, dat vind ik dus ook helemaal niet terecht. Fien Vermeulen, de eerste rode kaart is voor jou. Okay. Het gevolg is dat wij dus nu onze zwepen pakken. Ja, tijd gaat snel. Jij zit sinds de afgelopen week 10 jaar bij de zaak. Dat 10 jaar bij de zaak, ja. Niks gekregen van de zaak? Nee, ik heb niks gehoord. Nou ja, het is ook maar 10 jaar. Tegenwoordig is 10 jaar echt lang, hoor. Het is maar echt van vroeger dat je gewoon zo lang bij de zaak zit. Ja. Ja. Je zit bij mij naar weg te kijken, ja. Afgelopen weekend kon je bij ons tickets winnen voor de première van 50 Shades Darker. Jij was er gisteravond bij. Eerlijk, word je er een beetje hitsig van of niet? Nou ja. Ja, dat is toch het verhaal, of niet? Nou, Vincent, dat kan niet. Maar toch is het verhaal. Wat een rare vraag. Je kent Kelly net, dat is toch geen vraag. Word je er een beetje hitsig van? Nou ja, daarom juist misschien wel. Ik ben net wakker, jongens. Oh, lig je in bed. Maar zullen we kleine jongens proberen? Je kan namelijk meekijken via keymusic.nl. En er wordt op dit moment dan live André Hazes met Kleine Jongen vertolkt. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Maar ik vind de Kuip niet zo heel erg mooi. Sterker nog, ik vind het een beetje een lelijk stadion. Oeh. Ja, sorry. Maar ik zie vaak alleen maar de buitenkant. Hè. Ik kom als je naar de Pathé gaat, ja, in de film. Zeg maar. En dan denk ik, ja, ik ga het zeggen als Rotterdammer. Ik vind de Arena van buiten mooier dan de Kuip. Ik vind de Kuip gewoon een beetje, ik vind het een beetje een rommeltje. Ja. Echt, jongen. Sorry. Je moet echt met een zak over je hoofd richting Rotterdam. Toch op, man. Waarom kan je dit niet gewoon zeggen? Nee, ik vind het stadion van PSV, de Arena, vind ik mooier dan de Kuip. Zo heb ik Eindhoven er ook bij. De beelden van Patricia Pai. Ja, ik heb ze gezien. Fred, heb jij zelf nooit iets pikants verstuurd dan? Ik heb nog nooit in mijn hele leven iets pikants gestuurd. Ik ook niet. Ja, recept voor Barbie Pangang, maar verder niet. Q-music. You make us Q. I'll tell you, bitch, I'm